Mullen met Wim. Ja, beste kijkers van RTV Parkstad. U zal wel denken, waar zijn die gekken nou weer terechtgekomen? Nou, we zitten niet in de warzone. We zitten gewoon in Heerlen. We staan niet aan het front. Nee, we zijn op de Veiligheidsdag in Heerlen. En we gaan dus even een kijkje nemen wat hier allemaal aan het gebeuren is. Tanks, raketten, soldaten, politie, zieke auto's. Noem het hele pakket maar op. Het zit er allemaal in voor werk. En wij gaan jullie meenemen hier over de Veiligheidsmarkt in Heerlen. Kom op! Dit is geweldig. En mooi is dat er ieder weekend een hele hoop te doen is. Hè? Ja. Reuring in de stad. Ja, dat liggen ook aan mensen zoals jij die ervoor zorgen en zorg dragen dat er iets gebeurt. Precies. Heel belangrijk. En dan met elkaar verbinden en dan komen ze wel vanzelf. Hè? Op alles goed, daar gaat het om. Leo, okay. Je snapt ze. Jo. Je hebt de schoonste politieagent van heel België gestuurd. Is dat zo? Ja. Nee, ik zou het niet weten. Er waren een paar madammen die zeiden dat. Dan moet je eens gaan kijken. Daar staat zo'n schone man, zo'n schone... Maar ik heb ze niet gezien. Oh, die komen nog, die komen nog. Oké, ben ik in blijde verwachting. Die zitten allemaal bij de kapper. Voilà. En nieuwe kleren komen. Ook nog. Dan zeg ze op een best naar hier. Maar hoe is zo'n open dag? Is dat leuk? Is dat plezant? Dus leuk kennismaking met Nederlandse, Duitse collega's. En ook voor de kinderen is het heel aangenaam. Ze kunnen eens naar binnen, naar buiten, uit het voertuig. En de sirene eens aanzetten, wat ze heel leuk vinden. Dus, hebben jullie nou andere sirenes als in Nederland? Of allemaal hetzelfde? Nee, we hebben een andere sirene. Ja, ik zal ze eens opzetten. Ja. De accu is leeg. Ja, en nou staan we op het Schouwburgplein en hier is een hele andere ding aan de hand. Hier staan alle hulpdiensten, ambulance, reddingsbrigade met de boot erbij. Het leger met een hele grote zieke auto als tank. En kijk eens hier, hier wordt een heel parcours afgelegd. Hier wordt een heel parcours. Er is al iemand op een fluitje, zijn al aan het fluiten allemaal. Wat moeten jullie doen allemaal? Wat moeten jullie doen? We moeten de verkeersregelingen met de fluit aan. Kun je ook fluiten? Heb je geen fluit? Waarom hebben ze jou geen fluit gegeven? Waar koop je die dan? Ja, die heb je toch hier gekregen, of niet? Heb je toch hier gekregen? Nee. Okay. Nou, dan ga maar fietsen. Die zijn zonder jou weggereden. Nou, die herren, goede taak heute. Ja, sehr goede taak. Ze zijn een echte herren, ze nemen de bril af. Dan mag ik dat ook, dan mag ik dat ook. Dan kunnen we het aanschouwen. Ja. Ik kook immer Blaulichtrapport. Ja. Ja, spelen ze dat ook maar in? Nein, zum Glück nicht, nein. Waarom niet? Is dat, aber dat is toch alles nachgespielt? Ja, ja, eben. Ja, ja. In Wirklichkeit is dat toch veel harder en veel anders, ganz anders. Anders ja, ob es härter is, das muss nicht unbedingt so sein, aber viel anders is het ja. Und so'n Tag von offener Türen, soll ich mal sagen, dass jeder eines willkommen, kann fragen was er will, kann mal in de auto sitzen. Ja. Ist das schön, um das zu machen? Ja, das ist super. Genau, das, richtig, ja. Ist besser, wie ein Knollchen auszuschreiben. Immer, genau, bei dem tollen Wetter vor allen Dingen. Ja, gut Luck. Und der Motorpolizei? Motorradfahrer, ja. Wenn ich einsatz ist, muss ich dann denken an, wie heißt das, Cobra? Volga? Nee, ist ganz anders. Ganz anders, ja. Ja, kann man nicht vergleichen. Das ist Fernsehen, die Wirklichkeit sieht anders aus. Aber fahren Sie über die Autobahn? Oder? Wir fahren auch Autobahn, aber... Unser Einsatzgebiet ist hauptsächlich die Innenstadt und Landstraßen. Aber schnell überall. Ja, genau. Ihr macht gute Arbeit. Ich bin stolz auf euch. Schönen Danke. Tag. Danke, gleichfalls. Kijk eens hier, wat een kleine politieagent. Kun je ook de sirenes aanzetten? Ik weet niet waar. Ik weet niet wanneer, dan moet je sleutels erop zetten. Chique, hè? Chique. Kom je ook nog op televisie nou? Doe maar zwaaien. Hier staat de man van de vermiste personen. En cold case. En cold case. Laat eens voelen hoe koud je het hebt. Nou, dit zijn de cold case zaken. Dit is de kalender die is uitgedeeld in de PI's. Er worden dan de gevangenen uitgedeeld. En wij vragen het publiek gewoon om medewerking. We hebben een eigen Facebook site van Cold Case Limburg. Dus we vragen de mensen, als ze wel een tip hebben, geef het ons door op de site. Dus, maar werkt dit nou echt serieus goed? Dan heb je toch veel reacties, want ik zie wel eens opsporing verzorgen. Dan komen ze met een zaak van 3 jaar geleden. Ja, ik weet niet meer wat 3 jaar geleden geweest is. Er zijn altijd gebeurtenissen bij bepaalde mensen die blijven gewoon hangen. En dan twijfelen ze over of je het wel moet vertellen of niet moet vertellen. En op een gegeven moment, door die aandacht, hebben ze toch zoiets van, nou ja, misschien moet ik het toch wel doen. En dat kan net een stapje zijn dat we de zaak weer opnieuw kunnen opstarten. Dus,
Als ik vandaag het weer zie, is het meer een hotcase. Het is een hotcase, dat klopt inderdaad, Willem. Succes! Dankjewel. De mensen komen gewoon naar beneden gevlogen hier. Ik hoop dat ze wel stil komen op tijd. Ze zijn er weer aan het prepareren die zometeen van het glaspaleis van Sjoenk naar beneden gaat dalen. We gaan eens even kijken hoe dat allemaal gaat lukken, hoe dat allemaal gaat werken. Kijk, ja, er wordt er één ingezet. Ho, ho, ho. Even nog de laatste instructies en dan moet het gaan gebeuren. Ik ben blij dat Ermen er niet in hoeft. Had ze 7 man nodig om erin te douwen. Ik heb me laten vertellen, hier zou de mooiste soldaat van het Nederlandse leger staan. Ik denk dat dit de mooiste soldaat is. Nee, een vrouwelijke soldaat. Shit. Wat gebeurt er allemaal hier? Wat hier gebeurt? Ja. We laten gewoon zien waar wij werken. En zit je normaal hierin? Ja, ik ben chauffeur van dit vliegtuig. Chauffeur? Ja. Echt waar? Ja, zit echt er een stuurbekrachtiging in? Ja. Nou, dan moet je wel steeds stevig armen. Precies. Met dat zware ding. Hé, hey, maar leuk. Is er een beetje animo voor? Ja, zeker. Zeker animo. Vooral veel kleine kinderen die hier nu nog rondlopen. Maar ook veel wat ouderen, veel van onze leeftijd, veel wat jongeren die nog een beetje aan het oriënteren zijn van waar ga ik heen. Wat wil ik als mijn beroep maken. Die zijn hier aanwezig en die vinden het hartstikke leuk. Ik hoorde zelfs net van iemand die zei nog, je had een oproep gekregen voor het leger. Maar dat doen ze nog steeds een oproep plaatsen voor je dienstplicht. Ja, als je 18 bent, dan krijg je wel een brief dat je als dienstplichtig militair opgeroepen kan worden. Maar we zitten nu in een vredesbedrijfsvoering, we zitten in geen crisistoestand. Dat ligt aan jullie? Ja, dat ligt niet aan ons, dat ligt vooral aan de landen om ons heen, zeg maar. Maar jongens, de vijand komen, je zet haar voor in het front. Die komen toch met open armen? Die geven toch over? Als dat zo was, dan hadden we geen conflicten meer en dan gingen zij rechtstreeks naar het front. Ja, en geen kogels maar bloemen uitdelen. Ja. Was maar zo makkelijk. Hé, hey, succes. We gaan eens verder tokkelen. Jong, Steven giet toch zomaar een man van Wilder tussen de luien. Ja, tuurlijk. Zeg, wie is het met de animo? Kent zich hier nou aanmelden als aspirant lid? Ja, zeker. Dat is over hartstikke geer hebben. En wie oud moest er zijn? 18 jaar of 17? 17,5 kind ze weer de marché of defensie breed in opleiding. Ja. En we hebben gigantische vacatures, dus we zijn hartstikke blij met alle luien die zich aanmelden. Ja. Maar is er animo vuur dan? Ja, wat voor hier merken zo aan het aantal lui wat komen vandaag. Zijn toch best wel, in de jeugd zit toch best wel het lui die dat militaire beroep zouden willen kiezen. Maar ja, is toch een mooi beroep, is er gewoon niks mis met. Er is altijd onderweg voor de vrede. Wat wil ze nog mooier? Voor de liefde en de vrede. Dat zijn toch de twee belangrijkste dingen. Ja, misschien van de man uit Wieler en nog brandbeer. Nou ja, ik ben niet meer uit Wieler, ik heb een Wieler gewoon. Ik woon inmiddels een hele al ruime tijd. Maar inderdaad, om terug te komen op ik vroeg. Ik moet zeggen, ik zit 34 jaar bij Defensie. Zowel 10 jaar bij de landmacht als 25 jaar bij de marché. Ik heb er nog geen dagspeed van gehad en ik vind het een mooi beroep. Maar waarom de uverstap? Op een gegeven moment wordt er een gigantische grote, ja zeg maar, nee. De marché had takenuren genomen in de 90er jaren, Schiphol en zo. Nou, en er wordt veel personeel voor nodig. En vrouwen op dat moment moesten voor u hebben die heel snel als onderofficier al worden opgeleid. Ja. Maar die een politieopleiding moesten krijgen. Nou, en er wordt toen bij de andere krijgsmachtdelen wordt die mogelijkheid gekozen. En ik heb helemaal met de chef ook naar de marché gekeken. Alhoewel ik er nog helemaal ook bij de landmacht heel goed op gehad. Na 25 jaar heb ik de uurstap destijds gemaakt en ik heb er nog geen dagspeed van gehad. En ik zie dat hebben ze het groot gedaan, dat hebben ze al 2 sterren. Nou ja, dat is een salariskwestie. We doen dat allemaal samen, die sterren zeggen niet zoveel. Ik weet nu, als die een restaurant hebben, ze hebben 2 sterren, die zijn helemaal gelukkig. Ja, daar zijn de sterren heel belangrijk. Bij Joost is dat een salariskwestie, maar we doen dat allemaal met z'n allen. Hey. Ik wens u veel succes en zorg dat er genoeg inschrijvingen krijgt. Wie zegt ze ook altijd, kmach? Ja, als het erop aankomt, hè. Ciao. Veiligheidsdag in Heerlen, wat betekent dat voor een oud inwoner van Heerlen? Oud inwoner, hoe komt die dan? Ouder, een oudere inwoner. Voelt u nou veiliger op straat? Helemaal veilig, ja? Helemaal veilig. En ik vind het perfect. Dat vind ik geweldig dat dit in Heerlen allemaal mogelijk is. We doen nou wat voor de stad, hè? Ja, maar ik bedoel, Heerlen is heel positief aan de weg in timmeren. Afgelopen week was de bloemenmarkt en de fruitmarkt. Er is weer andere festiviteiten, dan komt de kermis er weer aan. Maar er is altijd wat te doen. Heerlen leeft. En nu die dat niet snappen, die begrepen het niet. Nee? Mag ik even iets vragen? U zou best een mooie marchaussee zijn, ze zijn mensen aan het zoeken. Is dat zo? Je zou een aanwinst zijn voor het Nederlandse marchaussee. Oké, ja, ik ben al in het basisonderwijs actief. Dus, In het basisonderwijs, zo? Ja, dat klopt. Ja. De lagere school of de middelbare school? Ja, de lagere school, basisonderwijs, ja. En hoe gaat het op school? Maar er wordt ook veel over veiligheid gesproken. En vooral tegenwoordig met kinderen met ADHD en moeilijk en grote klas en weet ik wat allemaal wat er allemaal gebeurt. Ja, absoluut. Veiligheid boven alles, zeggen ze. Ja. Nee, ja, goed.
Weet je, het is ook een beetje de kijk die je daarop hebt. Hè? Ik bedoel, je moet ze niet bang maken en je moet ze behoeden voor het kwaad. En welke groep heb je? Ik heb groep 6. Groep 6, dat is, hoe oud is dat? 8 jaar? Ja, rond de 19 jaar. Ja, ja, ja. Ik ben er van bij de broeders. Niet luisteren in de hoek staan. Ja, ja, ja. Ja, 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 niet luisteren, daar horen vaak consequenties bij, hè? Maar goed, beetje humor, hè. Maar toch hadden de kinderen vroeger meer respect, je was gewoon bang. Ja, maar ja, dan is de vraag, moet de motivatie intrinsiek zijn om te luisteren of moeten ze bang gemaakt zijn om te luisteren? Nee, maar vroeger als je zei, de meester heeft me een draai om de oren gegeven, dan kreeg je er thuis nog twee. Ja. Tegenwoordig als je het zegt, dan staan ze met 7 man aan school van de familie. Ja, ja, dat zou kunnen gebeuren. Het is ook over één kam scheren natuurlijk wat hij nu doet, dus dat is ook niet bij iedereen zo gelukkig. Dus als mensen in een gesprek met je gaan, dan... Is dat altijd prettig natuurlijk. Maar ik hoorde al, jij staat je woordje, niet verlegen, kijk de mensen recht aan, heel belangrijk, top. Succes. Hoi. Oh, daar komen ze, daar komen ze, daar komen de soldaten, kijk eens. Kijk eens. Oh, wat gaan ze nou doen? Waterpistolen. Allemaal één. En daar gaan ze weer. Oh, dat is de splash-show daar. Dan moeten ze de ballonnen omblazen. Oh, oh.